Karel, ik heb zoveel zin in een taart om ook met Zoe en Sam. Ja, wat moeten jullie nou, hè? Check, nu meteen. Oké. Jullie zijn echt zotte losers. Kinderen, nog allemaal vroeger zo eten. Ja, Sam is Zoe nog gerust. Verder niks. Ik heb geen zin om aandacht te geven aan deze losers. Voor de keer ga ik je in elkaar slaan. Nee. Goed niet. Idee. Oh man, stomme puskop altijd hier in Blokstad. Ja, Sam, Zoe, gaat het? Ja, gaat het wel. Ja, dat worden wel blauwe plekken, denk ik. Maar wil je nou zeggen dat er niet één puskop is in Blokstad, maar twee? Ja. Weet je wat ik me soms afvraag? Ten eerste, ik haat pesten, Zoe. En ten tweede, vraag me wel af hoe het leven zou zijn van een pestkop. Zou dat er leuk uitzien, denk je? Nou, of zal ik dat weet alleen het maar gepest zijn? Alleen, ik denk maar het niet. Nou, ik ben wel benieuwd naar dat leven. Hé, hey, is jij er alweer aangebrand, schat? Wat is dit nou weer dan? Schat, ik heb zo mijn best gedaan, oké? Okay? Je best is verbrand eten nou je best gedaan hebben, daar komt helemaal niks van. Morgen hebben we weer wat lekkers. Pak hoor, Lekker nou alweer te slapen. Gek, doe eens normaal, laat me met rust. Hoezo moet ik je met rust laten? Jullie slapen, man. Je hebt al genoeg rust gepakt. Ik heb slecht geslapen. Werk nou eens, oké? Ons ouders zitten de hele dag alleen maar te schreeuwen en te zeuren op elkaar. Moeten we eten? De slaap is een keer niet. Je kan het gewoon terugkrijgen. Ja, hop. Je mag wel een beetje sneller zijn, jij. Je bent echt een stomme broer, jij. Ik haat je. Kom nou eens zitten, jij. Jongen, ukkie. Hoi pap, hoi mam. Hey, goedemorgen, kinderen. Mam, ik heb een cijfer terug op school. Ik heb een 7 gehaald voor geschiedenis. Een 7? Goed zo, lekker. Oh, wat een loser. Ricky, ja, ik heb voor jou een lekker ontbijt. Ik heb voor jou ook een lekker ontbijtje hier. Lekker pap, dankjewel. Mam? Dankjewel, mam. Rick, wat heb jij? Ik heb lekkere frietjes en natuurlijk een lekkere appeltaartje. Mam, pap, het vlees en het visje is nog niet gaar. Hij krijgt 7 gevangenen van. Lekker voor je. Nee, mam, dit is echt niet gaar. Dit is nog helemaal rauw. Nee, dit is goed voor je tanden. Ja, schep die maar in je keel. Van vis word je ook slimmer, hè? Nee, maar dit hoef ik niet, hoor. Dit eet ik niet. Nou, eet je toch lekker niks? Opeten jij, gewoon opeten. Doe eens aardig, oké? Pap, mam, ik kan toch geen rauw vlees eten? Daar word je hartstikke ziek van, oké? Ja, en terecht. Niks, dat verdien je ook, om ziek te zijn. Nou, omdat Ricky goed zijn best doet. Op school en jij niet. Maar ik heb een hoge cijfer gehaald. Rick had voor geschiedenis een 2 en ik een 7, oké? Okay? Ah, dat is helemaal niet waar. Ja, precies. Rick had een 8. Rick had helemaal geen 8. Je had een 2. Helemaal wel. Hey, nu stilte jij. Ik had een 8. Man, pap, ik was erbij, oké? Okay? Hij had een 2 en ik had een 7 gehaald. Niet zo liegen, Dani. Waarom doen jullie altijd alsof hij het favoriete kind is in huis? Nou, we hebben maar geen favoriet kind. Maar je doet gewoon niet je best. Ik doe altijd maar mijn best. Omdat ik dat ook ben. Hier, die kan je terugkrijgen, oké? Dani, niet slaan! Hallo? Hij sloeg me eerst, oké? En dat was een waarschuwende tik. Dat was gewoon een zachte tik, jongen. Het zal wel. Krijg ik nog wat normaalste eten hier? Heb ik je net gegeven? En pap, mam, kunnen jullie alsjeblieft een keer ophouden met zeuren op elkaar? Ik kan de hele nacht er niet van slapen, oké? Ja, dat is je vader, hoor, die dat begint. Nee, ze kan inderdaad niet koken, pap. Nou, dat dacht ik. Ricky eet mijn eetkunst tenminste wel. Ja, omdat Ricky helemaal lekker eet. Kijk wat ik krijg. Rauw vlees, mam. Word je sterk van, Dani. Laat het maar. Ik hoef niet eten. Ik ga naar buiten. Ik ga buiten spelen. Heel goed. Ga maar naar buiten. Doei, losers. Maak je tenminste nog vrienden. Net zoals elke baby. Lekker buiten spelen. Ja. Het zal wel. Het zal wel. Doei. Echt waar. Mijn vader en mijn moeder zijn zo gemeen. Haat deze familie. Nou ja, laat ik maar buiten spelen. Misschien dat zij wel wil spelen met mij. Hallo, meisje? Wil je samen buiten spelen? Met jou? Ja, met mij. Hoezo? Wat gebeurt als ik nee zeg?
niks? Hoezo dan? Nou, ga je me dan niet in elkaar slaan, net zoals je broer? Wat als ik dat wel doe? Nou, ik heb liever niet dat je mij in elkaar slaat, eigenlijk. Nee, waarom zou ik jou in elkaar slaan? Wat is je naam eigenlijk? Ik ben Zoe. Wat is jouw naam? Mijn naam is Dani, aangenaam Zoe. Okay. Maar wil je samen spelen anders? Ik kan mijn broer er ook bij halen als je wilt. Nee, je broer hoeft niet mee. Oké, dan wat ben je aan het doen hier? Ik heb een high tea. Wat houdt dat nou weer in? Nou, een theekrantje met al mijn knuffels. Oh, wat voor naam hebben ze? Ze zien er mega schattig uit. Oké. Dit is schildpadje. Schildpadje. Dit is koetje. Koetje. Nee, daar heb je hem. Verstop je knuffels, oké? Rick, wat doe jij hier? Wat doe jij hier? Zit je lekker met knuffels te spelen of zo? Ja, ik heb net Zoe ontmoet. Zoe, waarom pak je al knuffels in? Met een meisje samen spelen? Ja, wat maakt dat uit? Je bent echt een baby. Een baby? Hoezo een baby? Ik ben helemaal geen baby, Rick. Nou, omdat je met een meisje samen speelt. Hey, met deze hier zo. En levert eruit al die knuffels in van je. Kom hier. Niet meteen. Leef al die knuffels in. Nee. Ik leef alles in. Aan de kant. Jongen. Kijk wat je doet, stel je nou knuffels van een klein meisje? Jazeker! Rick, je bent echt een pestkop. Jullie kan je deze krijgen. Knuffels, die zijn bij jou! Die zijn bij jou! Nee, ik kan lekker mee spelen, jij baby! Oké, je bent echt een pestkop, Rick. Geen wonder dat je geen vrienden hebt, oké? Op school dat niemand je mag! Hoezo zeg je dat nou weer, hè? Ja, alsof jij wel vrienden hebt! Ik zie wel altijd iedereen zijn lunchgeld stelen, jij stomme Rick! Nee, ik heb ook geen vrienden! Dat ze mijn vrienden zijn! Weet je hoe dat komt? Alleen maar door jou, oké? Omdat mijn oudere broer iedereen moet lastigvallen en in elkaar moet slaan en dat soort dingen. Nee, dat is niet zo! Dat is niet zo. En daardoor mogen de leraren hem zelfs niet. Alleen omdat je de hele tijd moet melden bij de directeur. Hier, die stomme knuffels heb je zelf gestolen. Dat komt gewoon omdat je zulke lage cijfers haalt. En weet je wat? Je gaat ze maar terugbrengen ook naar haar, oké? Echt niet. Ga ze de prullenbak gooien. Ik haat mijn broer. Ik haat hem echt. Ik had eindelijk iemand als vriend. En dan komt mijn oudere broer eraan en die sloopt het weer. Die verpest het weer. Oh man, dat meen je niet. Oh ja, laat ik maar bij iemand anders aankloppen of zo. Klop. Hallo, is daar iemand? Hallo. Ik wil me voorstellen. Mijn naam is Dani. Ik ben op zoek naar nieuwe vrienden. Wat is jouw naam? Ja, ik weet wie je bent. Ik ben dat Sam. Dat is fijn. Kan ik binnenkomen? Ga je me niet in elkaar slaan? Hoezo zou ik jou in elkaar slaan, Sam? Nou, je broer doet dat de hele tijd. Nee hoor, ik kom je zeker niet in elkaar slaan. Zullen we anders samen gamen of zo? Ik ben gewoon hier om vrienden te maken, oké? Ik doe je niks, maak je geen zorgen. Ik haat mijn broer ook, oké? Het is echt een stommering. Oké, is goed. Nou ja, wat wil je doen? Wat doe je meestal hier, als je aan het gamen bent? Mindblock spelen. Oké, zullen we dat anders samen doen? Ik heb geen idee hoe het werkt, maar ik ben trouwens, maak je geen zorgen, oké? Ik zie dat je heel erg angstig bent. Ik ben niet zoals mijn broer, oké? Ik sla niemand, ik pest niemand. Dus er zal je niks overkomen hier. Ik beloof het, oké? Oké, laten we dan nu maar het spel opstarten. Eens even kijken. Wat hoor ik? Wat moet dat hier allemaal? Wat moet dat hier? Wat moet dat hier? Wat willen jullie gaan doen? Gaan gamen? Hebben jullie niks beters om te doen of zo? Waarom val je me lastig bij iedereen waarmee ik vrienden maak? Kom jij opeens? Ja, en? Je blijft van hem af, hè? Dat is mijn nieuwe beste vriend, dit Sam. Ik blijf van hem af? Je hebt niks te zeggen, oké? Hier komen jij! Hier pak zwaar voor jou! Hier pak zwaar voor jou! Wat sla je mij nou, hè? Wat sla je mij nou? Denk dat je stoer bent of zo? Denk dat je me aan kan of zo? Verdiende loon! Oké, ik moet niet zo hard slaan, dat was maar een grapje! Voel je het een keer? Wat doe je hier, Rick? Wat doe je hier? Wat doe jij hier? Nou, ik wou vrienden maken met Sam en jij. Alleen losers doen dat. En ik kom mijn lunchgeld ophalen. Dus, geef het aan mij, oké? Geef het aan mij. Geef al je lunchgeld. Alles wat je hebt, oké? Ja, alles. Dit is alles. Beloof je het? Oké, ik geloof het. Oké. Nou, doei, losers. Ga weg! Sorry daarvoor, Sam. We kunnen erover praten. Nee, ik wil dat jij ook weggaat. Ga weg. Dat ik wegga? Nee, ja, ik kan maar blijven. Ga maar blijven. Oké, ik ga al, Sam. Mijn broer verpest echt alles voor me. Ik probeer je vrienden te maken, maar niemand wil mijn vrienden zijn. Laten we naar huis gaan. Handen omhoog, wat is er? Wat gebeurt daar? Ja, jij daar. Waarom? Voor mijn vader nou aangehouden. Omdat jij een overval hebt gepleegd. Een overval waar? Ik heb helemaal niks gedaan. Nou, zeker wel. Dat weet ik donders goed. Dat weet jij donders goed. Handen omhoog. Ik ben een overval. Handen omhoog.
Rustig! Nee, dit kan echt niet, hoor. Ik heb de politie gericht met je wapen. Inlever die wapen. Nee, doe wat hij zegt. Oké. Inderdaad, anders ga je de bak in, hè? Dat weet je. Goed zo. Oké, hier, deze ook voor je. Jongen. Je gaat de bak in, hoor. Hier, meekomen naar het politiebureau. Oké. Nee, mijn man. Doei, jongens. Was gezellig. Mam? Wat is er zojuist gebeurd? Is pap nu gearresteerd door de politie? Ja, je vader is net opgepakt. Waarom? Hij heeft een bank overvallen. Een bank? En hij had een shotgun? Ja. Kan hij nou op de politie schieten? Ja, je kent je vader. Zo is hij nou eenmaal. Ja, dat is niet goed, mam. Dit is niet zoals hoe normale families eruit zien, oké? Waar er wordt gescholden, beroofd en noem maar op. Dat is niet oké. Ga je nou een weerwoord geven over hoe ik je moet opvoeden? Wijsneus, zoek maar een andere familie dan, als het niet goed genoeg is voor je. Nee, mam. Zo bedoelde ik het niet. Ga maar weg. Oké. Ik heb toch mijn liefje Ricky al thuis zitten. Mijn moeder heeft me net weggestuurd bij mijn huis. Mijn vader is gearresteerd door de politie vanwege een bankoverval. Ik heb een hele gemene familie. En dit is dus hoe het leven is als een pestkop, denk ik. Niemand wil vrienden zijn. Nou ja, ik kan nog bij één iemand aankloppen. Laat ik maar naar mijn crush gaan. Sarah, het koffiewinkeltje. Oh, we zijn eindelijk aangekomen bij het koffiewinkeltje. En kijk wie we daar hebben. Sarah, mijn crush is zo mooi. Lopen, dat ze er zo mooi uitziet. Ze lijkt wel op een engel. Hoi Sarah. Hoi. Ik wil graag wat bestellen. Mag ik wat water van jou? Ja, tuurlijk. Dat mag. Ik pak het even, oké? En daarnaast misschien een brutale vraag, maar ben je nog single? Ja, hoezo? Lijkt het je leuk om wat te drinken, anders ik zie dat het toch niet druk is hier. Ja, dat kan wel. Ik heb wel even tijd hoor. Misschien kan ik je beter leren kennen. Oké, ik ga wel hier zitten dan. Wow, Sarah, ken je me een beetje? Mijn naam is Dani en ik weet niet of je mijn oudere broer kent. Ja, ik heb wel eens van jullie gehoord. Wat vind je van ons? Jullie zijn niet altijd heel aardig volgens mij. Nou, ik wel, maar mijn ouders zijn hartstikke gemeen. En mijn broer, dat is ook echt een pestkop. Maar ik zelf niet. Ik wil juist vrienden met iedereen zijn. Maar iedereen geeft zo'n vooroordeel over mij. Dat ze denken dat ik net zoals mijn broer ben. Maar ik ben echt geen pestkop, ik beloof het. Ik ben beloof je dat? Wat ben je nou weer aan het doen, Dani? Ricky, we zijn gesloten. Wat doe jij hier? Jij doet de pijn, oké? Je doet de pijn. Jullie kunnen beter gaan, denk ik. Jongens, ze is zo lelijk. Wat? En jij wil met haar date gaan. Nee, dat is niet aardig om te zeggen, oké? Dat hoort ze toch ook? Gadverdamme, ja, dat boeit me niet. Jij bent lelijk. Lelijk? Inderdaad, je hoort goed. Tegen een meisje, je maakt haar hartstikke onzeker op deze manier. Nou, dat verdient ze. En je hebt de pijn gedaan. Gaat het, Sarah? Gaat het met je? Nee, ik heb allemaal blauwe plekken volgens mij. Zou je nog één keer? Niet nog een blauwe plek. Ik moet daar een knop houden, jij. Mietje. Ik bel de politie voor jou. Ik ben helemaal klaar met deze familie. Ik haat papa en ik haat mama, oké? Ik haat heel de wereld en jou ook. Wegwezen, jij. Ik ben helemaal klaar met jou. En de volgende keer als jij nog één keer aanraakt, Rick, sla je echt in elkaar, hè? Oké, kom dan. Als je durft. Wegwezen jij. Heel goed. Oké dan. Ik wacht je op thuis. Het zal wel. Sarah, het spijt me, oké? Voor mijn oudere broer. Ik ga er wel snel vandoor voordat je meer pijn hebt en dat soort dingen. Ik wil niet dat hij je meer pijn doet, oké? Het spijt me, Sarah. Man, ik kan het wel vergeten bij mijn crush. Haat het deze familie. Ik wil helemaal niet behandeld worden als een pestkop. Ik ben niet zoals hun. Was mijn leven maar weer gewoon normaal. Ik ben hier helemaal klaar mee. Als je meer avonturen wilt zien van ons, klik dan op een van de video's op het scherm. En als je